Kedeng! Een nieuwe piepshow yeah. met een aantal onderwerpen erin. Uh, helemaal aan het eind doen we onze uh, wekelijkse ton over Activision Blizzard. Er zijn weer wat uh, opmerkelijke dingen gebeurd, maar we gaan er niet te lang op in, want het blijft allemaal wel een beetje hetzelfde. Um, en voordat ik ga beginnen met de onderwerpen, uh, ga ik even terugkomen op iets van vorige week. Toen hadden we het over Hogwarts Legacy. Over um, ja, of, of zoiets. Of dat woke als PR-exact, uh, ja. ja. En um, nou ja, goed, persberichten als PR-campagne. Ja, jij gaf een beetje aan uh, dat je vermoeden dacht uh, dat het misschien achter dat hele Warner Brothers ook een soort van PR-campagne-achtige insteek zet. Nou, dat weet, weet ik wel zeker. Jij ja. weet dat zeker. Ik betwijfel het nog een beetje, maar je hebt op een ander punt wel gelijk gekregen, althans. Niet 100% bevestigd, maar toen hadden we het op een gegeven moment over Roald Daal. Ja. Dat die boekenhandel. Uh, dus inderdaad uh, zei: van oké, okay, we, uh, het, het, we gaan het verwoken. We gaan ja, het, deze boekenhandel verwoken. Het, het, er ging eerst dat er dus een PR voor mensen die dat niet gevolgd hebben. Uh, er, er kwam een of andere persbericht voorbij, uh, overal in het nieuws. Dat ze allerlei soorten woorden uit het werk van Roedale je mocht niet ja. zeggen dat je dik was en weet ik, allemaal, ik dat moest allemaal genderneutraal enorm. en weet ik veel wat. En uh, ik zei van ja, dat, dat, dat het is gewoon per. Mm -hmm. Want wat gaat er gebeuren? Uh, we hebben het jarenlang niet over de boeken van Roedale gehad en opeens heel Nederland begint nu weer boeken van Roedale te kopen. Want ze zullen toch eens veranderen of juist niet, of weet ik veel. Ja. Wat. Nou ja, sterker nog, uh, jij zei toen ook al van: het zal me niks verbazen als die Engelse uitgever binnenkort ook met de classic version komt. En inderdaad, uh, gisteren aangekondigd, de classic version, oftewel de uncensored version, uh, gaat nu ook uitkomen. Wordt massaal gepreorderd. Terwijl inderdaad ook de woke version, hè, die mensen die mm -hmm. dat dan heel tof vinden, die kopen dat allemaal. En inderdaad, in Nederland ook. Uh, de boeken voor Dahl zijn niet aan te slepen. Dus uh, in die geef ik jou daar dan wel weer de cred voor. Um... Ik, ben, ik, ben, ik ben in toenemende mate overtuigd van het feit dat woke gewoon PR is. Wat, en het is, een, het is ontspoord. Weet ja. je? Dus sommige bedrijven hebben het geïnternaliseerd, zoals Disney bijvoorbeeld. En die gaan helemaal kapot. Netflix kon net op tijd bijsturen. Uh, HBO gaat er nu kapot aan. Uh, als PR-tool werkt het goed, maar je moet, je moet er niet naar gaan produceren. Nee. Nou ja, goed, uh, dit, is, dit, is, dit is dit ja, Eigen, eigenlijk ook wel ja, één in één. Ik bedoel, maak een beetje ophef. Het, het is ook zo oud als de weg naar Rome. We hebben het al een keer gehad met Geweld en Games. Uh, dat heb ik toen ook al verteld dat ik daar zelf aan meegewerkt heb met Carmageddon. Dat gaf het bedrijf waarvoor ik werkte. gaf dat uit. En op het moment dat daar speculatie over, of tenminste uh, de, 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 de overheid, iedereen viel erover. Wat, wat te verwachten viel. Want je kon denken, gewoon oude mensen doodrijden, Dan kreeg je bonuspunten. Nou, dat, mm. dat snap ik dat mensen dan zeggen: oh. en uh, het enige wat je dan doet als bedrijf was van hey, uh, la, laat, maar lekker, laat, die, laat die artikelen maar komen. Weet je al, bedoel. Ja. Uh, zolang we geen proces aan de boek krijgen, uh, is alle aandacht, is ook negatieve aandacht, is positieve aandacht. Inderdaad, die game verkocht als een malle, omdat iedereen getriggerd werd. Van, oh, nou dat ga ik dan een keer uitproberen. Ja. En dat zie je hier dus ook. Goed, um, gaan wij even naar de game. Atomic Hard. Um, hij staat op Game Pass, Boers. Ik weet dat jij Game Pass hebt. Uh, ik kan hem je aanraden om hem te gaan uitproberen. Okay. Ik weet ook dat je van Bioshock houdt. Wat is het? Um, het, is een, uh, het, is een, ja, het is een Russische uh, van ja, het, nou goed, het is Bioshock, maar dan uh, gemaakt door een Russisch bedrijf. Het, ik, ik vond het heel erg tof. Uh, het is zeker her en der een beetje buggy en dat soort dingen. Maar het, het, insane, insane. Oud-communistisch. Ja, ik, ik heb er zin in. Uh, ja, een soort van een Bioshock-achtig verhaal? Het is een Bioshock-achtig verhaal. Um, en uh, vooral de eerste 30 minuten zijn. Ja, je speelt het oude Rusland, weet je. En mm -hmm. goed, ga het uitproberen. Maar goed, het is een Russische game gemaakt door een door Russen die in Cyprus zitten. Ochtendavond werken er ook andere nationaliteiten. Maar het is een Russisch bedrijf. Het zit in Cyprus. Uh, waarschijnlijk vanwege de, um, de belastingvoordelen. En um, ja, dan is te verwachten in deze wereld... Hè, uh, je bent of kamp Oekraïne of je bent kamp Rusland... dat uh, Oekraïne heeft gevraagd aan Sony, Xbox en Valve... of deze game in ieder geval in Oekraïne uh, in de band komt. En voor de rest van de wereld moesten ze dan zelf maar uh, besluiten... of ze dat ook zouden doen... En, uh, Wat vind je daarvan? Uh, ik vind, ik ben hier gewoon vrij duidelijk in. Ik vind dat um, de overheid niks te maken heeft met, met content. Ook al in dit geval niet, hoor. Ik vind dit, maar goed, zelfs games die bijvoorbeeld blatantly racistisch zijn of zo, mm -hmm. koop het niet. Koop het niet. Uh, Maak. Maar vind een, je dat mensen dit dan niet moeten kopen? Um, Nee, nee, nou, ik, nee, nee, laat ik zeggen. Ik vind dat iedereen voor zichzelf moet bepalen of dat wel of niet door de beugel kan. Ik vind niet dat je als overheid of wie dan ook moet oproepen om iets te boycotten. Dat is gewoon een elk vind, mens ik, voor vind, zich. Maar het hele idee, weet je, als je deze game gaat spelen, support je dan Poetin? Nee. Sport je dan oorlog? Weet je, nee toch? Het, is toch? het zijn toch gewoon mensen die een game hebben het is, gemaakt? Het is, het is, het is een bedrijf in... in Cyprus die een game heeft gemaakt. Ja, het is heel indirect, 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 indirect. Misschien dat er een paar euro's, weet ik van wat. Nee, maar we... dat gaat helemaal niks. Het is nou. een, 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 net zo goed als dat als jij hier belasting betaalt en zich uh, het Kaag stuurt het naar het Midden-Oosten voor een of andere Taliban organisatie die zijn nieuwe jeeps uh, mm -hmm. uh, voor moet kopen. Ja, dat is kut, weet je. En dat gebeurt ook gewoon. Maar maakt dat ons als Nederlanders slecht? Nee, hoge ogen uit een beetje naïef. Um, uh, ja, nee, nee nou, ja, dat, dat is het. En ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet uh, uh, besluiten. Of iets door de beugel kan. Kijk bijvoorbeeld, een game die blatantly racistisch is, zou ik nooit spelen. Omdat Resistique. ik het gewoon is uh, racistisch <laughs> <laughs> um, um, Ik zou het nooit spelen. Uh, sommige gewelddadige games gaan zo over de top dat het alleen maar geënt is op, op, op geweld. Dat ik denk: fuck die shit, ik wil dit niet spelen. Als andere mensen dat wel willen spelen prima, maar dat de ja dat dat er één. dat er een een, een organisatie of iets is die gaat zeggen: Dit mag. Niet. En ja, kijk, dat ze daarmee oproepen, ongetwijfeld als stalker gaat uitkomen, gaat Rusland weer roepen. Van ja, dat moet je niet spelen, want die mensen hebben gevochten tegen. Ja, hebben ook mij daadwerkelijk... zegt Rusland dat helemaal niet. Maar ik vind het wel nou, grappig dat ja. ze het woord toxic gebruiken. Ja, dat vind ik heel interessant. Omdat als je iets wil cancelen, dan gebruik je woke taalgebruik. Ja, en ja. dat is, eh, ik bedoel, ik haat woke taalgebruik. Want het, is, het gaat nooit echt over de inhoud. Het is gewoon, weet je, mm -hmm. net als dat ze zeggen: Van jij, je bent het niet met me eens, je bent een natie. Weet je ja. dat is hetzelfde, weet je. Ik bedoel. Het is gewoon schelden. Mm -hmm. Dus uh, Oekraïne is gewoon aan het schelden tegen de Russische developer. Kijk, nou... Ja, nou niet, whatever. Oké, okay, als ik dan eventjes probeer een beetje neutraal te zijn. Uh, ze hebben het uitgegeven op de dag van de verjaardag van uh, de inval in Oekraïne. Het begin van de oorlog, een jaar geleden op 21 ah, februari. Nee, dat was, ik heb dat nagekeken namelijk. Want uh, ik ben namelijk jarig op 21 februari. Ja? Dus toen je dat zuidelijk ziet van, ik kan me niet herinneren. Ze zijn 24 februari binnengevallen. Nou, oké, okay, goed. Oké, okay, um, er zit een... Het is gewoon vrouwelijk valt, vrouwelijk karakter in. Ja. Nee, het, is, het, is, het is allemaal. Het, je kan het, laat ik het zo zeggen. Ik, dat is eigenlijk altijd met al het nieuws vandaag de dag. Als jij vanuit een bepaalde visie naar iets kijkt, dan zou je kunnen denken dat dat zo is. En als je die visie niet aandankt, dan denk je van, het is toch ver gezocht. Er zit een karakter in. Er zit een vrouw die is helemaal van staal en die heeft een kapsel. En dat lijkt heel erg op de Oekraïense. Minister, uh, ik ben haar naam even kwijt, maar die heeft zo'n zo 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 rondje op haar hoofd. Weet je wel? Nou, dat soort dingen. Is op haar hoofd? Ja, van haar. Een typische Oekraïense uh, klededag. Ah, dat, dat zou je erachter spannend. kunnen zien. Er zitten posters in die ze er nu uit hebben gehaald. Die. Het zou allemaal kunnen. Het zou allemaal niet kunnen. Nou ja, maar goed, kijk dan ik, nog. Ik, dan, dan hebben ze dus iets met politiek gedaan in die game. Ja. En ik vind het. Uh, ik vind in principe dat je daar als ontwikkelaar een beetje vandaan moet blijven omdat mm -hmm. het gewoon. Ik denk dat het commercieel niet slim is om politiek te integreren in je nee. game. Tenzij het echt iets doet voor het verhaal. Hè. Dus uh, bij de originele. En dat is bij de originele Bioshock namelijk wel het geval. Ja. Want uh, en ik wil daar een heel item over maken met uh, sit, waar ik nog even voorstellen. Oké. Okay. We hebben we een gesprek over gehad. Maar het verhaal van Bioshock is heel erg. Uh, gebaseerd op het werk van Ayn Rand en daarom mm -hmm. heet ook de uh, hoofdpersoon Andrew, help me even, Andrew Ryan, mm -hmm. dat uh, AR uh, Ayn Rand en Ayn Rand is een um, van oorsprong Russische overigens uh, schrijfster filosofe die uh, het objectivisme heeft uitgevonden mm -hmm. en uh, of dat eigenlijk geclaimd heeft en dat omschrijft en dat 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 haar dat, dat draait haar werk om en um, dat is uh, uh, eigenlijk is het verhaal van Bioshock gebaseerd losjes op haar werk, en in die zin zou je kunnen zeggen: van ja, dat verhaal van Bioshock is ergens een beetje politiek mm -hmm. en dat maar dat werkt omdat daarmee wordt die soort van dystopische wereld die daar gecreëerd er is. Er is een soort utopie, en vanuit die utopie ontstaat een soort dystopie, wat altijd hand in hand gaat. Nou, dat, dat verhaal is ontzettend mooi, weet je. Dat is heel erg ik doe je, kan het er maar eens zijn als je Ayn Rand volgt en, en ik. Ik, ik ben een aanhanger van het objectivisme, um, maar neem niet weg dat het verhaal van Bioshock gewoon heel erg goed is. En dat, daarmee heb ik zoiets van: als je het op dat niveau doet, is het niet zo erg om politiek te integreren in een game. Net als dat als je Wolfenstein speelt, natuurlijk speel je tegen de nazi's. Natuurlijk is dat een, een vorm van politiek in videogames. Maar goed, het, het werkt om daar een soort van setting mee te Dus Ik vind het niet in alle opzichten erg als het maar. Een gedegen onderdeel uitmaakt van die videogame. En ja, hier ten tijde van die oorlog met Rusland. Ik weet niet of je dan inderdaad oorlogspropaganda posters. Ik ga er een beetje vanuit dat dat het was. Ik weet niet of dat het was. Ik moet zeggen, ik vind de minister van defensie maken in de game vind ik Vind nog wel grappig. Nou, ja, dat... is niet. Ik, ik zit er nu even proberen op te zoeken, uh, zodat je een beetje weet waar ik het over heb. Um, even wachten hoor. Nou, ja, goed. Kan je nog herinneren dat we naar Taiwan zijn geweest en dat uh -huh. we toen een item hebben gemaakt met een developer? En die hadden een game over de oude China gemaakt uh -huh. en daar hadden ze ook een of poster die moest eruit van de Chinezen en dat hebben ze gedaan. Niet zozeer omdat ze nou heel erg uh, toe of onder druk gezet werden door de Chinezen, maar gewoon omdat ze iets hadden van ja, die Chinese markt is ontzettend belangrijk voor ons, ja, dus uh, uh, die game gaat gewoon niet uitkomen daar als we dat doen. Um, dus dat was eigenlijk een beetje de, de, de reden. Ik vond het ja. op zich heel interessant. Maar nou, ja. hier, hier heb je trouwens het het, uh, het gaat over deze karakter uh, oh, uh, en ja, die is niet. Uh, ja, dat het is, het is een heeft beetje geen een bitch. gezicht. Die kerel. Nee, het is een beetje een bitch. Uh, het is ook iets waar je tegen knokt. En dit is dan um, uh, de dame in kwestie. Ja. Twee druppels water. Kijk, het is die haardracht. Zij is, heeft altijd die haardracht gehad, weet je wel. En, en zij is vrij vooruitstaand. Uh, Oké, okay, maar dit, dit vind ik dus, nog wel funny, weet je. Ik bedoel, het is onschuldig. Nou, ik vind ik nog wel of funny. het nou wel of niet zo is, dan nog steeds vind ik gewoon... Het is aan mensen zelf om te bepalen. Als jij zo pro-Oekraïne uh, pro uh, bent, je hebt zoiets van... Ik wil dit gewoon niet, want uh, voor gevo mijn, gevo mijn gevoel doe ik iets niet. Moet je het niet doen. Maar ik vind gewoon niet dat... Um, maar kijk, dit vind ik zo subtiel... Uh, als jij dit niet had ja, gezegd, ja, nee, had nee, ik dit nee, never nee. nooit nee, niet gehad. Dat bedoel ik van. Het is gewoon. Mensen zijn aan het zoeken naar ja. puntjes die voor hun gelden. En ik ben daar een beetje klaar mee. Ik wil gewoon die game spelen. En dan geef ik het wel aan. Of, uh, ja. of op een gegeven moment denk ik van, nou dit dit vind ik zo iets. Ik, bedoel, um, ik ben een enorme um, tegenstander van. Plezierjacht bijvoorbeeld. Ik vind dat. Um, Plezierjacht. Plezier, okay. ja. Dus, dus dat, dat er af en toe dieren moeten worden uh, afgemaakt. Omdat er, er te veel zijn of dat soort dingen. Dat, dat snap ik. Ik vind het niet leuk. Maar goed, dat snap ik nog wel. Maar maar je gewoon, mag het niet leuk vinden. Maar gewoon plezier. Ja. Gewoon voor je lol dieren doodschieten. Maar ja. je kan ze toch opeten? Ik kan ze opeten. Maar goed, ik vind dat. Ik weet het niet. En dus ik zou niet zo snel een game spelen. Maar je eet wel vlees, toch? Ik eet wel vlees. Ik ben zo hyperkeepers een motherfucker. Ik zou niet zo snel een game spelen die die jachtgames. Dat vind ik gewoon niet tof. Omdat ik het zelf niet tof vind. Maar als game. Maar ik, ik, zal, bedoel... maar ik zal nooit oproepen van dat moet je boycotten. Want ik ben tegen dierenleed. Gewoon van, het is niet voor mij. Dus ik koop het niet. Ja. En doordat ik het niet koop, steun ik ze niet voor mijn gevoel. Dat is zoals mensen ermee omgaan. Mensen moeten, ze kunnen heel goed voor zichzelf bepalen of iets wel of niet tof uh, is. En of een gewelddadige game misschien door een puber juist wordt maar gekocht. En vissen omdat het... dan? Eet je vis? Ik eet vis en... Ik, Pleziervissen? Ik, ik is een ik, beetje hetzelfde, toch? Ja, ik, ik ben soms wel jaloers op pleziervissers. Omdat ik zie dat het volgens mij voor mij heel erg zen zou zijn om aan zo'n waterkant te zitten met zo'n hengeltje. Je kan toch gewoon niet een maar haak eraf vastmaken? Ik, ben, ik heb dan toch iets van, ik wil die beesten daar dan geen pijn mee doen voor mijn lol. En dat heb ik met vlees ook. Ja, maar dus oké, okay, maar zeg, dan moet je ze niet opeten ook. Ik, exact. Dus als maar ik je echt kan echt... zeggen van een kweekoe, dat is een kweekoe en die... Weet je, die gaat naar de slager en whatever. Dus als ik echt de bikkel zou zijn, dan zou ik mijn eigen varkens en kippen. Maar of een hert. Kijk, ik ben met je eens. Ik vind bijvoorbeeld neushoorns afknallen en leeuwen. Dat vind ik wansmaak. Dat vind ik echt wansmaak. Maar een hert schieten en hem opeten. Dan heb ik zoiets van: dat is een biologisch. Veel biologischer wordt het niet. Dat is het waar. De laatste leuk in een tijdschrift gelezen over mensen die, dus echt heel bewust ook van: oké, ik ben tegen die Maar ik vind vlees lekker. Dus ik teel mijn eigen Beesten en ik maak ze ook zelf dood gewoon want dan ja dan ben je niet hypocriet weet je maar wel? maar, het gaat maar wel... ik kan dat niet dus ik ben hypocriet het gaat mij er meer om van zou ik dan vanuit het feit dat ik dat niet tof vind als inderdaad mm. die neus horend knallen ik vind dat walgelijk weet je wel en van die gasten ja, die dan, uh, uh, weet je daar um, zijn games waar je dat ook in zou kunnen doen ik zou dat niet spelen maar verbieden ik ben gewoon niet voor verbod. Want je helpt niks mee. Ik, juist. Maar het is toch net zoals. Weet je, ik bedoel, als je zo'n hunting game. Oké, okay, dan gaat het daar. En dan heb je zo'n beetje spelelement. Je moet het beest volgen. Weet ik ja. wat. Maar als je nou Far Cry neemt. Waar je gewoon de ene bunzing naar de andere uh, uh, waterbuis. Ik probeer, ik probeer, probeer het serieus te ontwijken. Maar soms moet het wel. Maar het is natuurlijk ook heel raar. Hè? Want dan zeg ik van. Ah, die vind ik echt heel, vind ik heel erg zielig. Maar ik knal wel echt miljoenen mensen af in een game. Ja. Dus het, het zit. Het is ook ieder persoon. Maar daarom zeg ik ook wel van. Die moraliteit gaat niet helpen, want iedereen is in wezen hypocriet. En laat jezelf de beslissing nemen. En denk, ik denk als de maatschappij op een gegeven moment massaal de, zoiets heeft. hij hey, dat neushoorns knallen, weet je wel, vinden we niet tof? Dan mm. op een gegeven moment stopt dat wel, weet je wel? Maar blijkbaar stopt dat niet, omdat nog steeds te veel mensen het willen doen of er wordt te veel geld aan verdiend. Weet ik allemaal wat? Ik ben ook geen expert ge op het gebied van neushoorns knallen, maar, nee. maar, het, uh, maar verbieden. Ja. Nee. En uh, uh, ik, de, ik ik heb niet. Vind niks... je dat je koeien zou moeten kunnen jagen? Gewoon in een weiland. Nou, ik, ik, ik heb een neef die werkt in een slachterij. Die doet niks anders dan dat. Dus ja, nee, maar ik, die jaagt ze niet. Dat zou gewoon nee, slachten. Die uh, schiet ze een, een ding. Dat, ik, ja. dat je dat kan. Nee, maar, maar daarom denk ik van als je dan zou kunnen jagen op een koe. Ik snap dat het niet een echt. Nou een ja, uitdaging mijn, mijn dus schoonfamilie die, die, heeft, die had vroeger gewoon varkens en koeien. En dat was gewoon met een mes. Ja, dat ja. deden ze gewoon zelf. En ja, ik. Pff. Ja, ja. Ik, ik, ik zou het niet kunnen. Ik kan niet eens een mug doodslaan. Maar goed, dat, dat gaat het niet even over. Ik heb trouwens niet gelezen, gehoord uh, dat Sony, Xbox en Valve hierop gereageerd hebben. Het kan zijn dat ze het belachelijk vinden, dat zullen ze nooit zeggen. En die hypocrisie is natuurlijk ook gewoon zo: dat deze game verkoopt hartstikke goed. Nou, dus ik, gaan ze hun hier niet aan vingertjes niet aan. Nou, ik zou iets anders willen zeggen. Ik denk namelijk ook dat deze oproep om die game te boycotten gewoon fantastische PR is. En misschien dat Zelensky helemaal niet weet van het bestaan van Atomic Heart. En is dit ja. gewoon het PR-bureau van Atomic Heart, die zoiets heeft van: Hey, weet je wat? Als we nou één uh, personage erin doen die lijkt op een uh, Oekraïense uh, minister, ja. dan, uh, dan kunnen wij een persberichtje eruit sturen. Ik, het is sowieso niet slim... Hoor. Om het te doen, want nu nu gaan nog meer mensen het uh, uh, spelen en kopen, dus uh, dus dingen. Um, okay. We gaan naar iets heel anders toe. Um, dit gaat over de developer Moon, en Moon uh, is een developer die je kent van Ori en the Will of the Wisps en The Blind Forest en twee games, hmm. fantastische games, vind ik, hele mooie platformers, uh, speel het vooral. Het staat volgens mij op Game Pass en PlayStation ja. Plus, whatever. Um, maar ze verdienen er toch net even te weinig nog aan en de um, audio-developer heeft nu gezegd in een tweet: um, It's make or break. We gaan nu een titel maken. En of uh, we gaan succes hebben, of we gaan een kopie onder en dan is het klaar. Wat en toen dacht ik bijna weer aan jouw verhaal. Um, dit is eigenlijk wel heel slim. Want je krijgt nu een soort van oh, niveau van. Oh, kut. Dat is wel echt heel kut voor ze, weet je. Dus misschien moet ik die game dan maar gaan kopen voor ze. Ja, behalve is dat Is dit ook ik weer PR? Dat, ja, of? Nou, nee. Ik, ik denk dat, dit, dat ja. het serieus is. In ja. de zin van... Hij ja. zegt ook van, we gaan het niet op safe spelen. We gaan all in. Our next project is going to be make or break moment. Either we manage to revolutionize the ARPG-genre... or we'll slowly fade away into the distance. Ja, ik denk dat hij eigenlijk zelf al een beetje aangeeft uh, waar het heen gaat. Ja. Uh, de vraag stellen is een beantwoorden. <laughs> ik denk dat ze slowly gaan fade away into the distance. Um, weet je, hier zit dit soort zakelijke beslissingen. Um, ik weet, ik begrijp nooit gewoon waarom mensen dat zouden doen. Weet je, ja. je zet niet alles in op één. Uh, paard, je gokt niet op één paard. En, nee. uh, als jij een uh, fatsoenlijke uh, business developer bent, of misschien een, 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 een CEO van zo'n bedrijf, mm -hmm. dan zorg je juist dat je risico's een klein beetje gespreid zijn. Uh, dit daarentegen klinkt niet als spreiding van risico's. Dit klinkt eerder als van we gaan gewoon al het geld wat we hebben, gaan we inzetten en ja. we hopen dat, dat we er komen. En uh, ik, om heel eerlijk te zijn, ik bedoel, we staan aan de vooravond van een krankzinnige recessie. Mm -hmm. um, ik denk niet dat, uh, uh, dat het een goed idee is om nu dit soort risico's te nemen, eerlijk gezegd. Nee. Nou ja, hier is ook de tweet waar het om gaat. That's not really how the games industry works. It's a hit-driven business. Nou, dat klopt inderdaad wel. Er wordt heel veel geld in gepompt en als je één fout maakt en je game verkoopt niet, dan heb je... Ik vind ook, ik ben het niet eens met deze Thomas Mahler. Hij zegt ook van, ja, het is een hit-driven business. Oké, tuurlijk, maar wat maakt een hit, weet je? Als jij kijkt naar de grote hits van de afgelopen tijd, dat zijn echt niet de meest originele games, weet je? Natuurlijk, originele games hebben een kans. Maar het is gewoon een kwestie van marketing. Alles is marketing. Ik denk dat die gewoon hij wil niet op 7 spelen, inderdaad. Dat zegt hij. Ja, maar story. dat is geen doel op zich. Nee, als, je, als je je hij risico... gaat swing voor de fences doen. hij wil gewoon all out gaan. Hij wil Diablo gaan aanvallen. Hij wil het beter gaan doen dan Diablo. Dat is ja, het. maar en... dat, dat roepen is altijd ja, een zwakte nee, bot. gebod. Nee, ja. je doet het of doe het niet. Maar beginnen ja. met roepen, de verwachting onrealistisch hoog leggen om vervolgens hem niet waar te kunnen maken. Dat uh, uh, nee, dit is, dit is gewoon een moreel freeze. Ja, dat, ik, uh, ik begrijp nu ook dat, dat ze inderdaad ze waren. Eerst zaten ze heel erg gelieerd aan Xbox en daar zijn ze een beetje van afgestapt. Dus dat is wel. Natuurlijk van anders had hij natuurlijk onder de vleugels van Xbox games kunnen maken voor Game Pass bijvoorbeeld. Um, ja, nu moet hij het zelf financieren, waarschijnlijk. Dus. Uh, ik vond het ook heel opmerkelijk hoor dat iemand uh, meteen al uh, beroep doet op jouw emotionele uh, uh, gevoelens. Van uh, ja, jongens, als je straks mijn game niet tof vindt, ja, dan weet je dat jij een van de mensen bent die, uh, die mijn bedrijf kapot heeft laten gaan. Ja. Zo interpreteer ik het een klein beetje. Nou, ik, ik weet, ik, 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 ik zie het eigenlijk meer als een verkapte uh, oproep tot investeringen, ja. um, maar verkeerd verwoord. Je gaat niet zeggen van anders dan veden we into the distance van niemand gaat investeren in een bedrijf die zichzelf verkoopt als een bedrijf wat gaat veden into the distance. Ja. Dus dat... Um, nee, ik, ik vind het niet heel slim. We gaan even toe naar een game die ik echt fucking helder, Hoe lang is dat wel niet geleden? Maar toen speelde ik dat best wel vaak op mijn mobiele telefoon. Angry Bird. Ja. Um, grote game. En uh, wat is nu het verhaal? Uh, de oude versie, de oude versie, dus die, die is gewoon, ja, dat is een paid version, 99 cent. Die gaat weer terugkomen. Daar zitten dan geen MT's in en andere shit. Het is gewoon de Game voor een euro. Uh, die was namelijk helemaal weg, omdat op een gegeven moment, uh, toen het zo succesvol werd, toen hebben ze dat, uh, Rovio heeft dat een beetje geblokkeerd. Dat kon je niet meer kopen. Je kon alleen nog maar de free-to-play version kopen. En dan kreeg je allerlei microtransactions en in-game uh, in uh, purchases. Die kreeg je voor je kiezen. Mm -hmm. En dat bleek dat. Um, maar 1%, dat heb ik dan uit een ander artikel, 1% van die mensen uh, die, die, die kocht die dingen. Dus ik speelde ook de free-to-play versie, maar ik deed verder niks. Uh, dan kon je, weet ik wel, kon je tien keer spelen en dan moest je weer wachten. Dat soort dingen dat heb je met Candy Crush ook. Ik koop niet, dan wacht ik maar een dag. 1% van de mensen speelde dat, uh, maar die gaven dan wel weer gemiddeld 350 dollar uit. Nou, ik, weet je wat, het, ik, ik haat deze business, weet je. Die, ja. die fucking mobile troep. <laughs> en ik had dat laatst, serieus, ik heb een, uh, uh, mijn kids, we, we hebben een soort mobiele telefoon die op we thuis liggen. Yeah. Dan kun je kids mee bellen, bijvoorbeeld. Yeah. En um, uh, toen kwam ik erachter dat mijn zoontje, en ik zag allemaal kosten, en ik had zoiets van: ik betaal toch helemaal geen, geen 60 euro een maand voor die shit. <laughs> Weet je, dus ik bel uh, T-Mobile op, ik zeg: wat de fuck is dit? En dan zeggen ze van: ja, je hebt allemaal uh, gaming shit aangezet. Okay. En dan kan je dus nog een keer apart voor betalen. Ik zeg: wat de fuck is dit nou weer? Weet je, dat wordt via je fucking telefoonrekening betaal je ook voor die ja, ja. crap. En um, uh, kwam ik erachter dat mijn zoontje die, die rommel had aangezet. <laughs> en, uh, en ik heb echt gezegd: ik haat fucking mobile games. Ze hebben ja. het. Ze hebben het, het, is, het is om te zeggen dat het dood is, dat is nog niet eens. Nou, weet je, het is nog e veel erger dan dat. Het is echt een. Het is een soort kankergezwel op de, op de games de nou ja, geworden. Dat is natuurlijk niet, niet dood, want 80% van de... of nou weet ik veel, een merendeel van de inkomsten in de... de, de ja, maar wat, wat zijn het voor inkomsten? Ja, die e kinderen die per ongeluk je shit op, op betaal klikken en, et, et, et en op subscribe klikken. Ik ben het, het helemaal is, met je eens. Het is fucking vreselijk, man. En ik hoop ook dat... Uh, ik vind ook echt developers die werken voor dit soort kutbedrijven, die... Ja, ik weet wat doe je jezelf aan, man? Dat je gewoon deze... Tering troepen aan het produceren. Een goed mens. salaris vangen zodat je een woning kan betalen. Ja, ja maar dat, dat is dat nee, doet ze ook geen ballen. Niet nee, dat, nee. Dat, dat is waar. Je hebt geen ballen, geen, niks niet. Boning, In ieder geval walk. heeft Rovio nu zoiets van: oké okay, jongens, dit. Uh, waarschijnlijk gewoon, nou, ze brengen natuurlijk heel positief van. We hear you, weet je wel. En we schamen ons een beetje voor dat we het gedaan hebben. Ik denk gewoon uiteindelijk dat, dat nu gewoon de inkomsten ook opdrogen en dat ze nu toch gewoon weer de 99 full version. Geen bullshit. Het is te uh, laat, man. Die, die mobile games zijn dood. Het is gewoon, ik bedoel, ik, ja. denk, ik denk dat iedereen die die uh, mobile games speelde, die dat al ja. tof vond toen dat dit begon, die is al lang en breed teleurgesteld. Absoluut. Ik denk wel, vind ik, dat ik erbij moet zeggen dat we kunnen, die developers, publishers, kunnen we allemaal zeggen van jullie zijn een stelletje smerige, inhalige, greedy motherfuckers. Dat klopt. Maar de schuld ligt uiteindelijk ook bij de gamer zelf. En ik denk dat dit... Hebben we hebben het ook al vaker over Game Pass. Aan de ene kant zijn we er positief over. Maar er zit een gevaar aan. Namelijk de, uh, het feit was dat op een gegeven moment... geen gamer wilde meer geld betalen voor een mobiele voor, voor game. Er waren echt hele toffe games. En die kostten dan 6 euro of een tientje. Dat ja. wilden ze niet doen. Ze speelden alleen maar... Ja, maar free-to-play, dan kan ik Ik ben krijg. het niet met je eens. Weet je nog uh, Mario... Ik ben even de naam krijgen, ja? een Mario Game, die kwam uit op de uh, op, weet je op Android en, mm -hmm. en iOS, en die was gewoon betaald, dus ja. geen microtransactie kost een tientje die game. Die game was fucking fantastisch, ja, en die heeft het ook heel goed gedaan als de game goed is. Nee, maar je ziet vandaag de dag door de boom het bos niet meer in. Ik, ik heb nu die, die, die backbone, weet je wel, waardoor ik wat lekkerder kan gamen erop. En ik zat mm -hmm. weer te kijken, ja, wat moet ik dan spelen? En ik Kom alleen maar, het is alleen maar kut. Ik, ja, inderdaad, van die van die ik, ik zoek gewoon een diablo kloon zoiets dat vind ik leuk om te spelen zonder. Die ellende erin. Het is er gewoon niet. Ja. En als je, als je het weet, geef me vooral een tip. Ik wil gewoon een keer. Nee, sterker nog, dan komt er een Diablo uit voor voor mobile. In Morten, hebben, ze, ja. hebben ze ook die ja. kut microtransacties erin gezet. Nee, en ik, jij zegt van het is de gamer die niet meer wil betalen. Ik weet niet helemaal of dat zo waard. Ja. Ik denk eigenlijk dat in het begin mensen hebben zich erin laten luizen. En die zijn gewoon gaan, die microtransactions gaan doen. Dat bleek zo lucratief te zijn. Mm -hmm. um, en zeker gewoon, ik bedoel, in het begin waar, waar echt, ik kan me herinneren dat er een smurfen-game was waar kinderen echt 1200, 1500 euro uh, aan uitgaven ja. aan, aan bessen of iets wat je in die game moest kopen. En dat, dat ging toen een beetje te ver. En ik weet je, ik heb, ik heb het nu nog steeds, weet je, ik, wil, ik vind het feit dat kinderen blijkbaar in staat zijn om ja, shit, nee, die, die shit erin moeilijk, het, het is fucking verschrikkelijk, man. Wat ja. een. Wat een Kut shit. Nee, als de kinderen mobile, dan kun je ze bij inderdaad een beetje een, beter een switch geven. Want dan kunnen ze het in ieder geval nog uit. Kan je het als ouder nog wat makkelijker uitzetten, inderdaad. Um, nee, op, op de Switch zit dat niet. Ik vind dat juist. Ik vind de, de switch is fantastisch. Juist omdat hier rotzooi er niet op zit. Dat, nee, nou je ja, bent het helemaal met je eens. Um. Eindigen we dan toch een beetje bij Microsoft? Ja, bij Microsoft, bij Activision uh, Blizzard. Het, uh, het borrelt allemaal een beetje voor uh, afgelopen week, was dus in Brussel de, de hoorzitting waarin uh, alle partijen, maar, dus, maar ook Nvidia, Google, uh, mm -hmm. konden uh, voor de commissie. Uh, konden zij hun zaak bepleiten, als het ware? En ik geloof dat Microsoft die kreeg dan half uur, Sony kreeg. 40, dat was allemaal verdeelsommetjes, verdeel hoe lang je kon praten. En er zijn wel een aantal, aantal interessante dingen uit naar voren gekomen. Um, en ik moet zeggen, uh, Microsoft begint nu langzamerhand wel een beetje. Uh, ze zijn agressief aan het worden. Ze zijn nu wel echt gewoon. Ze knallen er nu gewoon vol in. Eén ding wat ze heel slim doen, vind ik, maar wie weet, ben jij anders. Is je had een aantal. Je had Sony. Sony is Sony is Mordicus tegen. Die vindt. Die blijft volhouden zonder Call of Duty. Ik geloof niet dat Microsoft een deal wil hebben. Uh, we worden erin geluisterd. Um, uh, dit mag niet. Dit is uh, dit, mm. deze hele deal moet niet doorgaan. Er waren nog twee andere partijen, um, Nvidia was daar één van, die zeiden, eh, ik weet niet of dat nou wel zo goed is. En wat heeft Microsoft gedaan? Die heeft met hun een deal gesloten uh, dat zij tien jaar recht krijgen op Call of Duty en Nvidia zit nu in kamp Microsoft. Ja. Nintendo, idem dito, een tienjarige deal en Nintendo zit nu in kamp Microsoft. Althans heeft ze iets van, hey, ik, ik heb geen problemen verder met de deal verdeel en heers, dus zorgen dat de vijanden dat die uit elkaar gespeeld worden. En nu staat eigenlijk Sony een beetje in zijn uppie ja. als enige nog. En um, ja, weet ik, je wat het wat het ding is? Ik denk dat we weet je we kunnen zelf wel inzoomen op die zaak dat het eigenlijk alleen nog maar een beetje een soort van huis wordt. Maar als je echt <laughs> helemaal uitzoomt, dat je zoiets hebt van ja, dit gaat wel degelijk over de toekomst van console gaming. Ja, en um, weet je, we hebben het al, we hebben het gehad over mobiel gamen. Dat is een markt die is gesloopt. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat ook op de ge uh, dat gevaar ligt ook op de loer voor uh, console gaming. Zeker. Uh, je zou ook kunnen verwachten dat als elke uitgever gedwongen wordt om zijn game tussen aanlangstekens gratis weg te geven via uh, Game Pass, Het is natuurlijk niet gratis. Ik krijg er wel een beetje voor betaald, maar niet genoeg. Mm -hmm. Dan is het een kwestie van tijd voordat ze alles wat ze geleerd hebben in die mobiele gamesmarkt ook gaan introduceren in die Game Pass markt. Dus dan krijg je de game Game Pass versie van een game met microtransactions, dan nou, mm -hmm. moet je opsletten hoe snel uh, uh, Game Pass dood is als dat gaat gebeuren. Um, en ik denk dat dat ik ben bang dat we misschien wel een weg inslaan waar we niet meer uit terug kunnen. En wat dat betreft, ik, ik denk dat uh, het enige, uh, ik zou mijn geld niet op Microsoft dan op Sony willen zetten. Mm -hmm. Ik ben op dit ogenblik, ik denk dat PC gaming er gezond voor staat, maar het meest gezond staat Nintendo ervoor. Die gewoon Same. echt duidelijk aangeven: ja. no way water bij de wijn te gaan doen. Gewoon hun eigen kwaliteitsgames verkopen voor 60 euro. Nou, is er meer in de wereld dan alleen maar Nintendo games. Maar ik, ja, weet je, ik, ik, het zou mij verbazen als we over tien jaar nog deze, uh, deze mm -hmm. consolemarkt op deze nou manier ja, hebben. Ik, ik, ik ben het met jou eens. Laat ik het zo zeggen: mensen, mensen zien dat ook niet. En dat is ook alweer een beetje het, het, het cherrypicking. Die hebben zoiets van... Ja, jullie zijn al jullie, altijd maar Game Pass en Xbox. Jullie zijn pro. Ik bedoel... Ik, het enige wat we aangeven... als je het kijkt vanuit de consument... is Game Pass een goede aanbieding. Ik denk ook zeker dat het er naartoe gaat. Dat wil niet zeggen dat Game Pass goed is... voor de gamesindustrie in de lange termijn. Voor de consument ja. En in de lange termijn gaat dat gevolgen hebben voor de game industrie voor de development van games en dat kan dan op de lange termijn ook weer gevolgen hebben voor de games ben ik helemaal met je eens maar mm -hmm. dat is niet de insteek van deze zaak want de insteek van deze zaak is in priori Microsoft gaat door deze deal uh, marktleider worden en er is geen concurrentie meer mogelijk en ik denk wel dat Microsoft nu zo heel langzamerhand heeft laten zien dat dat niet waar is dus ze kwamen op een gegeven moment dat Microsoft dat is ook een fout van van Sony hè? van mm -hmm. die zijn op een gegeven moment hebben zij Nintendo hebben ze al heel snel gezegd? Ja, dat, dat is een hele andere markt. Dat is voor kids, weet je wel. En Microsoft gebruikt dat nu. Door uh, bijvoorbeeld tijdens hun presentatie te laten zien. Um, kijk, oké. Okay. Dit is nu dan de markt. We halen Nintendo eventjes weg. 80% is de markt is dan van Playstation. En 20% is van Xbox. Dus ja, ho hoe zijn wij marktleider? Ja. En dat is natuurlijk waar zij ook een beetje naar kijken. Uh, vervolgens, uh, uh, Nvidia heeft een deal voor 10 jaar. Ze laten nu overal die game. Geven ze aan iedereen zonder enige beperkingen. Sony blijft volhouden. Nou, dat doen ze helemaal niet. Uh, en dan krijg je dit. En dit, ja, hier vielen wel een aantal mensen over. Of dit, nou, of dit nou charmant is. Dit is uh, Brad Smith. Brad Smith is uh, Microsoft president. En die, uh, die deed een praatje na afloop. En die zei: uh, Oh ja, wacht even. En die haalde uit zijn binnenzak. Dit is trouwens het contract. Ik heb het nu voor Sony. Maar ja, ze willen niet tekenen. Ja. Dit is een tienjarig deal, weet je wel. En, um, en dan komt weer naar buiten ook weer deze week. Dat um, PlayStation bijvoorbeeld um, zo. Uh, Call of Duty nodig heeft, dat ze dus inderdaad een deal hebben met Activision, dat zij dus minder marge, bereid zijn om minder marge te maken, als zij maar marketingrechten hebben en, en kunnen zeggen van PlayStation, Call of Duty. Bizar, wat dat, ik bedoel maar dat betekent Call of Duty voor Sony gewoon miljarden vertegenwoordigen, ja, anders en, doen ze dit niet. En ja. nom, nee, precies, dat is het dus. Dus daar gaat het om. Het gaat niet om... Um, en, en, en gamers moeten dat... de kijkers moeten dat scheiden van... is Game Pass op de lange termijn goed voor development? Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is... we gaan daar naartoe omdat we daar bij muziek en video ook naartoe zijn gegaan. Dat alles goedkoper wordt. moet, en, en, en dat gaat gevolgen hebben. En dan krijg je dus met name die grote uitgevers, gaan er fucking grote problemen mee hebben. Omdat een game van 500 miljoen, wat ze nu doen. Ja, dat is niet meer rendabel binnen dat servicemodel. Dus die moeten allemaal inderdaad service games gaan maken. Dat ga je zien. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Maar deze zaak is ingestoken door deze deal. Wordt Microsoft. Marktleider, weet je wel, en blazen ze iedereen weg? En dat is als je gewoon naar de feiten gaat kijken, steeds langzamerhand is dat dus niet zo. Nee. Ja, nee, en, ik vind, ik ja, vind hoe het ga je dat dan doen. Uh, ja, nou, ik bedoel, we staan gewoon op een kruispunt. In eigenlijk de weg waarin videogames zich in gaan slaan, deze ja. zaak is daar key in. Of we blijven bij het huidige blockbuster model, waarbij je gewoon. 70 of inmiddels 80 euro, weet ik het, betaald voor een nieuwe game. Ja. Um, of we gaan naar een subscription-based model toe. Uh, en dat laatste. Um, ik, ik, heb, ik heb dit uh, afgelopen weekend Warzone 2, um, uh, of tenminste uh, seizoen 2 van Warzone 2 ja. uh, gedownload. Uh, 31 gig moest ik binnenhalen. Dat duurde me een hele dag voordat het binnen was. En vervolgens was er geen server waar ik mee kon connecten. En heb ik gewoon niet online kunnen spelen. En nou. ik heb zoiets van ja, ik vind het eigenlijk is het fascinerend dat ik vroeger waar, de reden waarom je console games speelde, was omdat mm. je het aanzetten en je kon spelen. Ja, 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 ja. Tegenwoordig, ik ben gewoon een dag lang lang een of andere pleurs update aan het downloaden. Ja. Vervolgens kan ik nog steeds niet connecten met de server. Um, het, het, de, de kwaliteit is echt onder het nulpunt gedaald. Mm -hmm. um, het is... Wat dat betreft, je ziet eigenlijk daar al een voorproefje van waar Zeker. we heen gaan. Absoluut. Weet je, dan gaat, je hebt gelijk, alles moet goedkoper worden. Uh, maar het moet gepresenteerd worden als triple E. Dus krijg je gewoon een steeds grotere discrepantie bij de marketing. Mm -hmm. Versus de realiteit. Ja. En dat mensen gaan erop afhaken. Want het is gewoon het is fucking frustrerend. Het probleem zit dat. Um, zijn, je, kan, je kan twee dingen doen. En dat hebben we al zo vaak gezegd. Of je gaat. En, en Sony zei dat op een gegeven moment ook wel in dit hele verhaal. Een beetje gek. Microsoft wil ons de Nintendo-kant op krijgen. En daar hebben ze eigenlijk wel gelijk in. Niet zozeer dat Microsoft ze dwingt. Maar ik denk dat is de enige way out voor them. Namelijk zorgen dat jij een dermate kwalitatief hoogwaardig platform hebt. Met vette games. Zes, zeven games per jaar. Die je wil spelen. Die je echt moet spelen. Wat Nintendo gewoon heeft. En dan zeggen mensen, weet je wat, daar heb ik het gewoon voor over. Daar koop ik console voor en ik koop jullie games. En voor de rest speel ik gewoon mijn mobile shit en mijn gamepad shit en al dat soort dingen. Het probleem voor Sony is, dan moet je dus die games gaan maken. Nintendo die doet dat al jaren, die heeft dat allemaal zo heel letjes in de pijplijn en dat blijft gewoon komen. En je ziet nu bijvoorbeeld een van de problemen, waarom heeft Sony al een hele tijd geen showcase meer? Um, dat was weer naar aanleiding van hun laatste State of Play... die heel veel mensen... Ja, weet je, dan krijg je weer vijf PlayStation VR-titels... en een, een Japanse titel. Er dus zat niks ja, vets rotzang. tussen. Ja. Hun line-up, die nu bevestigd is tot 2023... is, even gechargeerd, alleen Spider-Man 2. En ik snap het wel. Maar, maar, ze, dit, ze, maar dit, is, dit is de essentie. Hè? Ze doel, hebben die kwaliteit niet van... Maar wat is daarmee gebeurd? We hebben het hier... In, in ja. het PlayStation 4-tijdperk kwam Sony met drie... Triple A blockbuster uh, action games aanzetten die je moest spelen. Is nog te weinig. Ze hebben er echt, want wat ik zeg van als die Call of Duty's en die Assassin's Creed's en die FIFA's waar nu mensen een Playstation van gaan kopen, straks naar Game Pass gaan. En dat gaan ze. Of het nou naar Game Pass is voor een eigen subscription model. IE, die mensen maken, het is allemaal service modellen. Het gaat alleen ja. maar om MT's. Dat kan ze geen, die sales van die 70 euro boeit ze niet. Ze verdienen veel meer geld dan die anderen. Dus voor mij part gooien het gratis weg. Ze moeten het hebben zoals Nintendo van hun Eigen titels. Maar wat is daar gebeurd? Ja, nee, sinds absoluut. sinds uh, uh, onze grote vriend, uh, uh, hoe heet ze? Uh, uh, Nederlands uh, help mij even, Herman Hulst. Uh, uh, nee. de, de scepter zwaait daar. Mm. Zien we niets nee. meer gebeuren bij Sony Worldwide Studios. Ik Het denk is dat daar doodse dat... stilte. Cricket, de... serieus. Ja, Tumbleweed. Nee, nou, daar ze focussen heel erg op die paar hele grote bladbars, maar die kunnen ze niet elk jaar Ja, Maar wat de fuck? Ze zijn bezig met een, een Netflix-serie van of HBO serie van, van The Last of Us. Weet je, we, ja. ga fucking video's games maken in plaats van die wow crap uitwerken. Ik, ik denk dat dat Sean Leden is die is daar toen uh, die die deed dit uh, een beetje en die is toen met hij mag er niet over praten maar waarschijnlijk is die hierdoor weggegaan? Dat hij zoiets van ik wil, ik wil breed blijven en niet focussen op die paar tienen. Maar, 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 ons... maar ze maken dus de fout die Microsoft bij de vorige generatie gemaakt heeft. Namelijk ja. al hun studio's sluiten, wegdonderen, uh, afbouwen. Ja, personeel weg. weer wat terug, Ja, maar, nu ja. kopen ze terug. Maar, maar bij vorige hebben ze alles gesloten. Wat hun een achterstand van vijf jaar heeft opgeleverd. En Sony heeft die kijkt en heeft zoiets van. Dat is een goed idee. Dat gaan we ook doen. En die weet je, ik wil al hun franchises worden weggetiefd. Weet je, ik bedoel, hun studio's worden kleiner, worden samples Ze zijn. Allemaal fucking last of Us remakes aan het maken. Ja. Het is gewoon. Het is om te janken wat er gebeurt. Ja, nee, weet je. ik e bedoel. Alleen ja. nog uh, God of War en, en, en Gran Turismo, enigszins misschien. Ik weet het niet. Zelfs daar valt wel wat op af te dingen. Ja, ze komen ik, nu met 10 live service games. Ja, maar dat is het. Dat is om te janken. En da ja. daarom ben ik zo ontzettend pessimistisch. En als ik dan naar zo'n rechtszaak kijk, dan zeg ik van laat ze ook in de stroot wegzakken. Weet je, want het, ik bedoel, wat de consument, de gamer, nodig heeft, is een keiharde concurrentie. Op kwaliteit en ja. op prijs. En je mag meer geld vragen als je kwaliteit hoger is. En op dit ogenblik, Sony vraagt meer geld voor minder kwaliteit. Microsoft biedt meer kwantiteit mm -hmm. voor uh, minder geld. Ja. Ook leuk, maar kwaliteit is bij allebei op dit ogenblik heel ver te zoeken. Ja. En dat betekent dat uh, de, ja, de, 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 de Sony of Xbox gamer op dit ogenblik gewoon. Pech heeft gehad. Ja. En als je kwaliteit wil, dan ga je maar lekker op de PC gamen of dan ga je uh, uh, een Switch kopen. Mm -hmm. uh, maar dat is het wel. Ja, nee, de. Het, het loopt absoluut uh, niet soepel. En uh, dat zijn de gevaren uh, 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 die rond Game Pass en subscription model en service games hangen. Uh, maar nog eens keer, dat is niet zoals deze zaak primair is ingestoken. Dus het, het gaat heel raar zijn. Waarschijnlijk gaat Microsoft gelijk krijgen. Terwijl het onderliggende idee, namelijk dat het niet per definitie goed is, uiteindelijk voor. De kwaliteit van games best wel een issue zou kunnen zijn. Het is aan Microsoft om dat in te vullen. Uiteindelijk, uh, ja goed, uh, ik geloof geen enkel bedrijf op hun, uh, wat is nou, op hun blauwe ogen. Uh, uiteindelijk gaat het allemaal om geld verdienen. Dat moet de tijd leren. Um, volgende week um, doen we gewoon weer een nieuwe Piep Show.